We gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van de Fertigro Gardenprijs. Fleur Swageman en Thomas Bos. Fleur Swageman, 6 jaar deze donkerbruine merrie. Joint venture uit Trendy Cunera. Gefokt door en in bezit van Swageman Meubelen. Frans van der Blonk, de trainer. Thomas Bos, de leerlingpikeur van dienst. En we gaan Fleur huldigen voor een mooie zegen. Overwinning nummer 5 uit 34 starts. Dat is een prima gemiddelde. We hebben voor Thomas een bos bloemen. Annie heeft de liksteen al mogen ontvangen. Ja, Thomas, gefeliciteerd. Je had al wat verwachtingen, hè? Ja, vorige keer was erg goed. Was hem ook erg goed bevallen. Gewoon hoe ze aanvoelde in de vorm. En ik had er eigenlijk wel vertrouwen in. Dus ik denk, rij hard weg. Dat ik de kop kreeg, was een meevaller eigenlijk voor mij. En Matsi kwam al wat vroeg, maar ze hield het net genoeg vol. Wou ik zeggen, ja, nou ja, goed, je was op een gegeven moment ook op een punt dat ze niet meer hoefde te komen, denk ik. Nou ja, ze voelde zo goed aan. Ik denk, geen bagage, waar moet ik op wachten? Nee, nergens op Thomas, heel goed. Even op de foto. Frans, Annie en Thomas. En natuurlijk de geweldige Fleur Swageman, alleskunner. En vandaag ouderwets goed. Klopt hele goede paarden in deze Fertigro Gardenprijs. Geef ze een applaus. Thomas Bos, Fleur Swageman. We'll be right back.